Dit meen je niet. Je kan er niet meer uit omdat er een trapdoor in zit. Hallo? Hallo? Laat me eruit. Help! Zou daar een zombiehart in zitten? Yes, een zombiehart. Hallo en welkom allemaal bij weer een gloednieuwe aflevering van PixArk Multiplayer. Welkom terug. Ja, ik ben alweer iets verder met het huis. Ik ga het jullie gelijk even laten zien. Tada! Ik moet nog wel een stukje plafond. Maar ja, daar heb ik echt nog wel 600-700 steen voor nodig, denk ik. Dus ja, nou dat duurt nog wel even. Daar had ik even geen zin in om dat nu nog af te maken. Dus dat zal waarschijnlijk... In de komende afleveringen zal het wel af zijn. Dit is onze vriend, zoals jullie weten. De Bronto, of Sauropod, zoals ze hier heten. Die staat hier half op mijn basis. Ik hoop dat hij er niet op komt. En ik hoop ook dat hij dan niet hierin valt, want dan... hebben we wel weer een probleem. Maar goed. Dus de basis begint aardig op te schieten zo. Dat is wel lekker. Vorige keer hebben we natuurlijk de Magic Workbench gemaakt. Oh ja, en we hebben deze fantastische trike getemd. Ik moet wel iets gaan doen voor die dieren, want ze worden een beetje hongerig allemaal. Dus ik zal wel ergens een feeding trough neer moeten gaan zetten of zoiets dergelijks. Oh ja, wat ik buiten de aflevering ook nog heb gedaan is... ik heb hier wat kistjes neergezet, dat is allemaal niet zo spannend. Maar ik heb dus wat van die magic stones aan het farmen geweest. Ik heb 12 van die wind magic stones en die heb je nodig voor magic arrows. Even kijken hoor, waar heb ik die... magic arrows. Ja, dus je hebt 1 zo'n wind magic stone nodig voor 1 arrow. Maar je hebt ook mage weave bark nodig en magic berries. En ik heb eigenlijk niet zo'n zin om elke keer als wij magic sleepy arrows willen maken, om dan helemaal naar die magic biome te gaan om magic berries en magic bark te gaan farmen. Dus nou kwam ik op het lumineuze idee om zelf zulke bomen te gaan kweken. Wat wel een ideetje is, als dat überhaupt kan. Wat heb ik hier? Green vine seeds en normal tree seeds. Maar ik heb geen magic trees zaadjes. Ik heb ook geen zaadjes om magic berries te gaan planten. Maar goed, we gaan kijken of we dat deze aflevering voor elkaar gaan krijgen om dat wel te vinden. Hallo. Doei. Wat heb ik nog meer gedaan? Dat heb ik een hele poos geleden al gedaan, omdat het mij leuk leek. Kijk, hier zie je wat klei. Dat heb ik zelf geplaatst. Waarom? Ik heb eigenlijk 1 waterblok heb ik ingesloten, zodat ik daar een... ja, hoe noem je zo'n ding? Even kijken hoor. Zo'n water intake neer te zetten onder de grond. Dus als je hier... even kijken hoor. Hier ergens is dat. Ja, daar. Daar kan ik dus... daar kan ik erin. Ja. Kijk. Ik heb hier dus onder de grond... heb ik zo'n water intake gezet. Waarom? Eigenlijk gewoon omdat ik het vreselijk lelijk vind... als, ja, als dat allemaal boven de grond ligt. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon onder de grond. En wat dan mooi zou zijn, is als ik dat langs heel mijn basis kan doen. Zodat ik gewoon zelf kan bepalen waar ik bomen ga planten. En nou, dat soort zaken. Maar ik wil natuurlijk altijd hier onder de grond erin kunnen komen. Maar ik wil niet elke keer door het water. Dus ik zou eigenlijk een luikje willen in mijn basis. Waar ik dus doorheen kan gaan als ik verder wil werken aan mijn water intake ding. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wat is dit voor ei?
Een kompie-ei. Oké. Een kompie hebben we trouwens nog nooit getemd, hè? Maar die kun je dus wel temmen. Maar dat kan volgens mij alleen met een katapult. Maar goed, dat terzijde. Ik dwaal weer af. Dus, wat moeten we eigenlijk zien te versieren? Even kijken hoor. Waar zit nou die water intake? Die zit dus hier. Hier. Dus één blok verder. Nog een blok verder. Nog een blok verder. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zie ik dan ongeveer goed? Ik denk dat ik 7 moet hebben. 7. 7 deze kant op. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, denk ik. Die kant op. Even kijken of dat klopt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En moet ik hier. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. Ik ben het al kwijt. Ja hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dan zou ik hier, als ik hier naar boven graaf, dan kom ik als het goed is onder mijn basis uit. Of niet? Ja. Haha. En waar kom ik dan uit? Dat weet ik nu natuurlijk niet. Kan ik iets van ladders maken of zo? Nee. Rope ladder of wooden ladder? Allebei. Wat maakt mij het uit? Rope ladders, die kan ik maken. 1, 2, 3, 4. Denk ik. Even kijken hoor. Zet ik even op 7. Dan heb ik 7. Die. En die. Dan zou ik als het goed is. Hallo? Kan ik erop? Hallo? Dat doet niks of zo? Hey, zo'n rope ladder, Pixar. Oh, well, E, climb up. Oké. Dan kom je er dus uit. Haha. Dus dan zou ik hier een luikje in moeten maken. Een trapdoor. Trapdoor. Ja, die moest ik hebben. Even kijken. Trapdoor. Wat heb ik daarvoor nodig? Rock and wood. Maar, hoe gaat zo'n ding open? Hij gaat zo open. Oh, dat is goed. Hoppa. Dus als ik nu. Ik moet er iets verder vanaf staan, dus blijkbaar. E, climb up. Da-da-da-da. Hallo? Dit meen je niet. Een trap. Dit meen je niet. Je kan er niet meer uit omdat er een trapdoor in zit. Oh. Oh. Ja, ja. Dus je moet. Even kijken hoor. Kan ik ook op die ladder klimmen als ik hierboven sta? Nee. Ik moet wel echt naar beneden zien te vallen. Dan moet ik even klimmen. Moet ik hem even closen. Als ik hem dan open je hem zo. Ah, oké.
Okay. Wow, wat was dat? Maar goed, we moeten pijpen gaan maken. Nu is de vraag, kan ik daar doorheen lopen? Daar kan ik doorheen lopen. Oh, lekker zeg. Maar goed, hier is dus mijn huis. Dus daar moet niks komen. Ik moet even kijken. Waar zit het precies in mijn huis? Even meten. Meten is weten. Oké. Dus je hebt die. En dan 1, 2. Dat is de muur. En dan begint de grond. Dus dan moet ik nog 3 naar buiten. Dan kom je op 5. Wow. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Dus tot hier. En niet verder. Daar moet dus dan een bochtje komen. Waar heb ik de bochtjes? Die heb ik hier. Die zet ik dan op 8. 8. Nee, niet naar beneden. Maar die kant op. Juist. Juist. Ja. 7. Ho ho. Oh. Kijk, dan moet ik er even een paar meer maken. En ik moet ook van die tabs natuurlijk maken. Waar zijn ze? Die tabs. Zal ik er daar een stuk of 5 van maken? En dan van die 33. Prima. Ja, kijk. Nu hebben we een heleboel pijpen. Ik ga vanaf deze kant ga ik. Dus dan ga ik hier een tap zetten. Zo. Daar komt water uit, toch? Of niet? Ik zie er geen water uit komen. Vertel me nou niet. Oh, jawel, jawel, jawel. Er komt water uit. En dan moet ik even kijken. Kijk, er staat erop. Maximum water range 3 bloks. Dus vanaf hier. Links, rechts, voor, achter is 3 bloks dat die water geeft. Dus, dit is het eerste blok. Dan 2, 3. Dan krijgen we van de volgende ook 1, 2, 3. En dan zou hier dus weer een tap moeten, volgens mij. En dan hebben we weer, even kijken hoor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan moet hier weer 1. En dan gaan we weer verder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan zou hier weer een tap moeten. Ik gok dat dit het is. Maar ik weet het niet zeker. Maar dan gaan we checken natuurlijk. Even kijken. Eerst even naar boven. Nee, dat werkt niet zo. Hup. Moet ik eerst even. Ja, en dan eruit. Hallo? Hallo?
Ik zit in de vloer. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik moet hem kapot maken. En dat gaat niet zeker. Hallo? Hallo? Laat me eruit. Help! Met mijn mining drill. Helpt dat? Dan gaan we sneller. Ietsje sneller. Maar ik heb ook een heleboel dirt gehakt, zie je nu. Dat had ik natuurlijk kunnen weten. Oké, ik kom wel weer bij jullie terug als ik mezelf bevrijd heb uit deze benarde situatie. Nou, en daar zijn we weer. Ik heb het weer gefixt, denk ik. Close. Zal ik hem open laten? Ik laat hem lekker open. Wat wilde ik weten? Oh ja, of die bomen, of dat werkt. Of ze nu water hebben daar. Dus dan ga ik kijken hier aan de zijkant van het huis. Dat mag dan... Kijk, want vanaf het water is het 3. Kijk, ik zal het even laten zien. Hier kun je een boom neerzetten. En dan zegt hij... Growing. En hier... Dehydrated will die soon. Oké, maar als het goed is zou 1, 2, 3 ja, die groeit hier. Haha. En hier? Die groeit hier ook. Hahaha. Netjes hoor. En tot waar loopt dat dan? Maar als ik het nu hier doe, eentje hoger. Hallo. Dehydrated will die soon. Oké. Het is duidelijk hoe het werkt. Maar... Ja, die bomen die groeien natuurlijk alleen op magic dirt. Verwacht ik. Maar we moeten ook eerst die zaden hebben natuurlijk, hè. Want ja... Zonder die zaden komen we helemaal nergens. Oh ja, ik ga echt van de hak op de tak vandaag. Die raptor, die zouden we droppen. Bij Versival. Maar dat lukte niet, omdat ik hem niet op kon pakken met mijn PTE. En op. Ik zat die video na te kijken en toen dacht ik... Waarom heb ik niet bedacht dat ik hem gewoon op kan pakken als een pixblok? Oh, heb ik weer een boom neergezet? Dehydrated will die soon. Jammer joh. Dus wat gaan we eerst doen? We gaan naar de Magic Biome en dan komen we langs Versival en dan droppen we even die raptor af bij zijn basis. Let's go! Versival woont hier vlakbij. Ik weet niet of jullie het merken, maar de PTE's zijn langzamer geworden. Ja, laatste update hebben ze een beetje genervd. Ik hoop wel dat ik niks ga spoilen nu. Volgens mij... Nee, al deze dino's heb ik allemaal al gezien in zijn afleveringen. Dus, waar gaan we die neerzetten? Ik denk bij de voordeur. Zal ik hem binnenzetten? Ik hoop dat ik nu niks spoil. Percival staat hier. Nee, voor de rest, ik zie niks geks hier. Wat nog niet in zijn afleveringen naar voren is gekomen... Dus met 7 zet ik daar die raptor neer. Die ga ik wel even de verloren zoon. Zo, de verloren zoon. Hij is weer terug bij zijn... Wat? Jij gaat even op passive. Neutral... Passive. Staat hij nu passive? Ja, hij staat passive.
Oké, en hij zit lekker in zijn... in zijn basis. Kan hem niks gebeuren. Dan pakken wij de PTE. En gaan we richting... verkeerde kant. We gaan richting de Magic Biome. En daar ben ik weer. Ik ben helemaal niet, nog niet bij de Magic Forest. Maar... voor een bepaalde wand... hadden we een zombie heart nodig. En ik las dat zombies veel voorkomen in de swamp caves. Dus ik ga even hier doorheen vliegen. Even kijken of we ergens een zombie tegenkomen. Die we dan kunnen killen en waar we misschien wel eens een hart van krijgen. Dat is een rare drop. Net als met die konijnenoren, zeg maar. Wat is dat? Oh, een dung beetle. Nee, dit is geen swamp. Dit is... desert, denk ik. Ja, dit is desert. Maar ik moet de swamp hebben. Ah, zombies. Maar, hadden we daar nu kistjes? Ik denk het niet. Nee. Maar ik zie daar beneden nog meer. Daar zie ik nog een zombie. Wat is dit voor zombie? Een plague zombie. Wow, die doet damage. Die doet damage. Even wat stamina regainen. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Misschien moet ik het even doen met een barrel roll of zo. Hij bloedt al wel. Even kijken. Misschien nog één keer. Nee, nog een keer. Hoe zit het met mijn stamina? Hij is dood. Oeh. Ik ga dood, denk ik. Hoe lang duurt dit? Oeh. Dat was niet best. Dark Magic Stones krijg je daarvan. Oké. Dat waren de Tarmormia drones. Ik zag ook nog een zombie. Maar waar is die zombie gebleven? Is hij naar beneden gevallen? Oké, die blijven daar dus spawnen. Oké. Is die zombie nou naar beneden gevallen? Dat wil ik wel even weten. Ik zie geen zombie. Zien jullie een zombie? Ik niet. Ik zie wel een... ja, een kistje. Zou daar een zombiehart in zitten? Yes! Een zombie hart. Haha. Oké, hoe kom ik er nu uit? Want dit is alles wat ik wilde. Wow, wat is dit? Oeh, een tempel of zo. Kan ik erin kijken? Oh, skeletons. Oké. Oh, dat gaan we ook nog een keer doen hoor, dit. Dat is leuk. Hé, nog een kistje.
Wat kan ik daarin vinden? Niks gevaarlijks in de buurt of zo? Ga weg, stomme drone. Oké, waar waren we? We waren op weg naar de Magic Forest. Ik haal jullie erbij als we er zijn. Oké, land in zicht. Magic Forest. Dan wil ik even een stukje zonder trappaplant. Hup, nog een trappaplant. En dan waar we even wat kunnen farmen met onze... Oeh. Griffin. Nice. Very nice. Is dit veilig? Er zit daar een spin. Kan ik die doodmaken? Zo, die doen weinig der. Oh, 51. Ik moet weg. Ah, nee. Dat is minder. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon weer aan de... Even kijken. Peaceful Massacres. Bed. Mijn bed. Maar ik heb geen, hoe heet dit? Hoe heet zo'n beest? Pteranodon meer. Dus die zal ik nu moeten gaan temmen. Wat leuk. En ik heb geen pijlen. Heel fijn. Maar ik heb wel... Deze. Hij heeft geen zadel. Trike zadel. Ja, wat heb ik daarvoor nodig? Leather and wood. Oké, dat is niet zo moeilijk. Wel als je geen wapens hebt, Jaap. Oh, dit schiet lekker op, zeg. Maar die... Dat makkertje is wel weg bij onze deur. Dat is wel lekker. Oké, ik kom weer bij jullie terug als ik voldoende klaar ben om mijn spullen weer op te gaan halen. Nou mensen, daar ben ik weer. En ik heb slecht nieuws. Ik had 2 nieuwe PTE's getemd. Die zijn alle 2 ook dood. Ik kom er gewoon niet uit daar. Er is zoveel hostility daar. Ik kom niet meer bij mijn spullen. En ik ga het er voor deze aflevering bij laten. Wat hebben we wel gedaan? Nou ja, we hebben in ieder geval een farmpje gemaakt. En ik heb daar zelf ook al wat narco-besjes nog geplant. Dat zal ik even laten zien. Kijk, ik heb hier ook nog wat narco-bessen geplant. Zodat we volgende keer weer lekker... Trank arrows kunnen maken. En met die Trank arrows kunnen we dan weer een leuke PTE gaan temmen. Ik hoop een hoog level. En niet zo'n level 12 ding, want dat is gewoon niet te doen. Helaas. Dit is een niet zo leuke aflevering. Ik ben echt al mijn spulletjes kwijt. Maar dat maakt niet uit, dat vinden we wel weer. Ik heb gelukkig nog wel mijn trike, hè, want die had ik op mijn hotbar. Dus, hartstikke idee. De trike is er nog wel. Ja, balen. Balen eigenlijk. Maar goed. We gaan een volgende keer gaan we proberen met een andere PTE naar de Magic Biome te gaan. Om daar die spulletjes te halen die we nodig hebben.
En dan gaan we wel even kijken hoe het verder gaat. Misschien moet ik een dino gaan temmen die een beetje power heeft. Kijk, een PTE is echt binnen no time dood. Een paar happen van, ik ben weer wolven tegengekomen, shadow leopards, die spinnetjes. En een PTE zit gewoon heel snel vast ook, dus dan kom je niet meer weg. Als je ziet van, ik ga dit niet winnen, dan kom je niet meer weg, omdat hij dan vast zit in zijn tegenstander, zeg maar. Maar goed, ik weet nog niet hoe we dat gaan doen volgende keer, maar ik denk dat we gewoon maar eens op zoek moeten gaan naar een wat sterkere dino, waarmee we gewoon ook eens wat andere dino's kunnen gaan verslaan, want dat, tot nu toe is ons dat nog niet zo goed gelukt. Ja, dat gaan we de volgende keer doen. Voor deze aflevering wil ik weer zeggen, bedankt allemaal voor het kijken. Laat een like achter als je deze aflevering leuk vond. Laat een naam achter voor de Trike. De Trike heeft nog geen naam, mensen. Ik wil een naampje van jullie horen de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken nogmaals. Je kan me volgen op Twitter, Discord en Facebook. Staat allemaal in de beschrijving. Als je ook zo'n mooie server wil bij G-Portal, staat daar ook een link in de beschrijving waar je nog 5% korting krijgt. En dan zeg ik voor deze aflevering weer dag allemaal en stay tuned!